Bitcoin was at 15K. Things looked bleak. Co-workers, friends, even family laughed at us. They thought we were crazy. Maybe we are crazy. But we knew deep down that our money is the better money. We've been through hell and back these last 2 years. And now, they're not laughing anymore. Hallo, hallo, hallo. Welkom bij Meester Crypto. Op hoeveel februari? Carnaval februari 2024. Met een heel smakelijk hapje voor jullie. Misschien wel zelfs een revolutie. Een nieuwe revolutie in cryptoland. En specifieker Bitcoinland. Bitcoin. De grootste uitvinding sinds de uitvinding van de boekdrukkunst. Of het internet. Of nou, noem maar eens een van die grote uitvindingen op. Open, permissieloos, censuurvrij, grenzeloos. Niet aan een natie gebonden, waren kunnen versturen over het internet. Beveiligd door een onneembare, decentrale keten van energie. En wanneer je een wat langere tijdhorizon aanneemt, voorbij de vierjarige cyclus, dan is het nu reeds een perfecte hedge tegen inflatie. Een perfect waardeopslagmiddel over tijd, over ruimte. En in de toekomst wordt Bitcoin, naarmate adoptie vordert en de prijs hoger is, ook een steeds stabielere asset. En minder volatiel, minder prijsschommelingen. En de spot ETF's die onlangs gelanceerd zijn, die gaan daar zeker ook aan bijdragen. Hè, zoals ik eerder al toelichtte. Maar er is een bottleneck. Betalingen via het Bitcoin netwerk zijn beperkt, hè, qua bandbreedte. Nou, dat moeten we zelf even hier parkeren, denk ik. Hè. 7 transacties per seconde om maar nabij. Daar kun je geen wereldwijd betaalnetwerk omheen bouwen. En bij tijd en wijle hebben we een aantal pieken hier. $55 voor een transactie om in die mempool vooraan te komen en opgenomen te worden in een blok. En ja, onlangs, hè, zie je, hier hebben we een bepaalde bodem. Ja, die lijken we hier echt voor goed verlaten te hebben. Al zijn we naar deze piek wel naar beneden gekomen. Maar het wordt drukker. En naarmate adoptie vordert, wordt het drukker en drukker. En ja, daarom al vele jaren is men op zoek om Bitcoin goed verder op te kunnen schalen. Zonder dat dit ten koste gaat aan het allerbelangrijkste. Veiligheid. Ja. En ja, een van die manieren was het Lightning netwerk. Hè. Het bestaat al in... Weer een beetje opzij schuiven. Bestaat al een jaar of 6, 2018 volgens mij. En het kent een gestaag groeiende adoptie. 1200% al sinds augustus 2021. Kijk, dat heb ik hier uit een artikel van Bitcoin Magazine. En je ziet hier binnen dit vlakje dat we op zo'n 600.000 Lightning transacties per dag zitten momenteel. En ja, voor een groeiende groep gebruikers, een grote groep gebruikers, is het eigenlijk de enige manier om Bitcoin te kunnen bezitten. Want ja, transactiekosten, hè, op dit moment, hier staat het, $8.35. Ja, dat is voor sommige mensen is dat een paar dagen werken, hè, voor menig Afrikaan. Ja, toch is niet alles hosanna op dat Lightning. Er kleven ook nadelen aan. Ik ga daar dieper op in bij deze video, hè, van die cursus. En daarvoor heb ik er ook 2 nog gemaakt. In ieder geval het bruggen van en naar Lightning. En wanneer je niet gebruik maakt van een eigen node, hè, dan geef je je Bitcoin feitelijk uit beheer. Dat is tegen het adagium van Bitcoin natuurlijk in. Dat zijn veiligheidscompromissen om die snelle en goedkope betalingen mogelijk te maken. En je kunt natuurlijk ook niet programmeren op Lightning. Dus als je toch eens die blokruimte in het oorspronkelijke Bitcoin blok beter zou kunnen benutten. Nou, wat
dat betreft heeft het geëxperimenteerd op Ethereum al een weg laten zien. En de meest veelbelovende ervan, dat zijn de ZK rollups. Ja, en laten nu net die op Bitcoin, bij Bitcoin, aangekomen zijn. En ik presenteer u Citrea. Het is de eerste rollup die de mogelijkheden van de Bitcoin blokruimte vergroot met Zero Knowledge technologie, waardoor het mogelijk wordt feitelijk alles te bouwen op Bitcoin. Met de beveiliging van Bitcoin, die energie, die talloze miners die over de hele wereld hun best doen om het Bitcoin netwerk veilig te houden van kwaadwilligen. En Zero Knowledge staat ervoor, betekent dat transacties worden geverifieerd zonder nu de specifieke details van elke transactie prijs te geven. En ja, ik wilde dat toch even wat meer in kaart brengen voor wie het nog niet mogen beheersen, die Zero Knowledge. Stel je hier, dit gebeurt dan in zo'n Zero Knowledge Proof, maar er loopt een meisje rond daar. Ja, ik kan Bob niet zien en weet niet welke route Bob kiest. En ze wil weten of Bob de toegang heeft tot de code van die deur, wat de enige weg is om van A naar B te komen. Nou, hoe doet ze dat? Alice die vraagt bij tijd wijlen regelmatig heel vaak aan Bob de route. Neem bijvoorbeeld de route A terug of neem de route B terug. En Bob kan alleen die route nemen wanneer hij de toegang heeft tot die deur. Dus zonder de code van die deur te weten, weet Alice dat Bob toegang heeft tot die code. Nou, dat is zeg maar het achterliggende principe van Zero Knowledge Proofs. Nou, en wat hier dus allemaal plaatsvindt op deze plek bij Citrea, dat is het bundelen van een heleboel transacties en het cumulatief van al die afzonderlijke transacties, dat komt tot een bepaald wiskundig bewijs dat laat zien dat alle transacties correct zijn uitgevoerd volgens de regels van de Bitcoin blockchain zelf, zonder de details van iedere transactie bloot te leggen. Jullie onthouden even dat daar ZK Proof staat. Want ik vind het zo belangrijk dat ik helemaal in beeld ben. Op die manier kun je dus veel meer transacties verwerken. In plaats van dat één transactie gefinaliseerd moet worden op de Bitcoin blockchain, worden er duizenden in één bundel gefinaliseerd. En het uitgangspunt van Citrea is dan ook dat een schaalbaarheidsoplossing op Bitcoin plaats moet vinden binnen de al daar aanwezige blokruimte. Want alleen dan heb je waarlijk de beveiliging van het Bitcoin netwerk zelf. En alternatieven die er vandaag de dag zijn, zoals sidechains, gaan altijd gepaard met trade-offs voor wat betreft veiligheid. En zijn derhalve vanuit het standpunt van Citrea, maar daar mag ik me bij aansluiten, onwenselijk. En je wil geen trade-offs doen met veiligheid. Nou, Citrea is daarbij dan de eerste oplossing die de mogelijkheden van Bitcoin uitbreidt zonder ooit Bitcoin te verlaten. En ook belangrijk, de vraag voor Bitcoin blijft ook binnen het netwerk zelf. Want bij een sidechain zou zich dat kunnen verplaatsen naar bijvoorbeeld het token van die sidechain, omdat daar alles op gebeurt. Er is ook geen hard of softwerk voor nodig. Dit past allemaal binnen de bestaande consensusregels van Bitcoin. Nou, zoals ik net al zei, Citrea die collecteert die duizenden transacties. Die worden verwerkt in de Zero Knowledge Virtual Machine. Een sequencer wordt dat hier ook wel genoemd. Sequencers die zitten ook volop in rollups bij de Ethereum blockchain bijvoorbeeld. Het bewijs van de correctheid van de transacties, als ook minimale informatie die nodig is om alle balansen weer op orde te krijgen, wordt feitelijk samengepakt. En die bundel die wordt, en nu komt het, ja, die wordt verwerkt in een inscriptie op een Bitcoin transactie. Zeg maar zoals ordinals werken. En daar is de ruimte om zo'n Zero Knowledge Proof neer te zetten. En dit Zero Knowledge bewijs zal alleen goed verifiëren
En wanneer de validator eerlijk heeft gehandeld, zeg maar degene die dat bundeltje gecontroleerd heeft en aanbiedt aan de Bitcoin blockchain. En wanneer ook iedereen in het netwerk in staat is gesteld of dat gepubliceerde bewijs daadwerkelijk valide is. En via BitVM worden de bewijzen op de blockchain verankerd en op optimistische wijze, ik bedoel optimistic rollups, die ken je wellicht ook van Ethereum, wordt dat gecontroleerd. Nou, wat houdt dat in? Zo'n BitVM creëert Turing complete, dus die zijn helemaal verifieerbaar. Er kan niks misgaan wanneer je de bouwstenen van zo'n smart contract hanteert. En nou, zou je dat fout hanteren, dan werkt het feitelijk niet. Turing complete smart contracts op Bitcoin middels dat Taproot, die uitbreiding die Bitcoin een, wat zal het zijn, 2 jaar geleden of zo heeft gekend. En fraudproofs. Nou, zolang één enkele individuele deelnemer, iets groter zetten. Ik ga niet heel dat plaatje precies doornemen, hè, maar hier gaat het over hoe wordt dat nu vastgelegd, beveiligd. Trust minimized is het toverwoord op dit moment. Zolang één enkele individuele deelnemer eerlijk blijft van al die nodes, al die validators, kan geen andere validator vastgelegde gelden in beslag nemen of ermee rommelen. Iedere validator die kwaadwillig handelt, zal onderworpen worden aan slashing. Dat ken je wellicht van mijn Chainlink verhaal. Hè? Je gedraagt je niet goed, bam, dan verlies jij de Bitcoin die zo'n validator node moet opslaan. En dat gebeurt dan via challenge response protocol van het eerder genoemde BitVM. Nou, iedere validator heeft dus een sterke financiële prikkel om zich eerlijk te gedragen. Tenzij ze zeker weten dat elke afzonderlijke validator, niemand uitgezonderd op het netwerk, hem of haar zal toestaan om kwaadaardig te handelen. Nou, dat kan ik me niet goed voorstellen. Maar dat is trust minimized, het huidige consensus algoritme van Citrea. Maar voor de toekomst staat een zero proof verifier opcode op het programma. Ja, ik strooi met termen, mensen. En ik weet allemaal precies hoe dat werkt, hè? Technologisch gezien. Ja, het is een topprogrammeur. Maar dat staat op het programma. Dat gaat zorgen voor een volledig trustless mechanisme. Er is geen vertrouwen meer nodig. Hè? Maar dat is nog even toekomstmuziek. En voor nu, Citrea is volledig open source. Althans, er is beloofd dat deze weken de volledige broncode openbaar geraakt. En draait momenteel op testnet. En voor de duidelijkheid, er komt geen eigen munt. Je kunt er niet op die manier je voordeel mee maken. Transacties, die worden gewoon gedaan in Bitcoin. Maar dan hele kleine porties. Want die duizenden innerlijke Citrea transacties, die hoeven uiteindelijk maar op één Bitcoin transactie gefinaliseerd te worden. Dus ja, Citrea, de eerste zero knowledge rollup op Bitcoin. Ja, nog niet helemaal dus. Hè. Het mainnet is er nog niet. Dat is wel een testnet, dus het is niet zomaar een luchtkasteel. Ja, dat niet alleen. Want ja, wat doet dat nou? Hè? Behalve dat je snellere en goedkopere transacties hebt met de Bitcoin veiligheid, dat is natuurlijk al een heel groot ding. Maar Citrea heeft ook volledige EVM compatibiliteit. De Ethereum Virtual Machine. En kan in de toekomst ook andere virtual machines aan. Stel je bijvoorbeeld voor dat je op Uniswap zometeen echte Bitcoin kunt kopen. En dat je die Bitcoin in al die DeFi kunt gebruiken met de Bitcoin beveiliging in plaats van zo'n wrapped versie van Bitcoin. Maar ook andersom. Er gaat een heel DeFi systeem rondom Bitcoin gebouwd kunnen worden. DeFi, gaming, NFT's en meer. Ik denk, als dit gaat werken zoals het beloofd wordt, dat dit een mega ontwikkeling is op Bitcoin. En een mega ontwikkeling die nagenoeg al die andere munten, behalve bijvoorbeeld zo'n Chainlink, oracles
zijn onmisbaar om data uit de buitenwereld in smart contracts te kunnen integreren zonder dat je daar mensen verder voor nodig hebt. Mensen die de boel kunnen belazeren met de invoer van data. Hè. Maar die al die andere munten buitenspel kan gaan zetten op termijn. Kijk, want de veiligheid van het Bitcoin-netwerk is ongeëvenaard. En de assets op deze wereld, het eigenaarschap, als je dat digitaal op het internet wilt verankeren, nou, dat hoort thuis op een plek waar de veiligheid het hoogste is. En menselijk gerommel het meest buiten de deur gehouden wordt. Eerst zien, dan geloven. Maar ik moet jullie zeggen, ja, je kunt het hier niet zien, maar mijn staart die kwispelt als een dolle. Ja, nou, dus dat wilde ik je nog even meegeven, zo kort voor de carnaval. En al het serieuze gaat er nu echt bij mij uit. Ik zeg alleen nog even, wees klaar voor roerige tijden. Dat zijn natuurlijk ook de komende paar dagen. En let goed op je portfolio, mensen. Hey, het gaat jullie goed. Fijne carnaval voor wie het viert. En tot de volgende keer maar weer.